10 minuten. Get up in the city. Een heel goede morgen. Het is 8:01. En ik zei het al, we moeten naar Zutendaal bij Genk. Want Stefan, die komt vandaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Jij bent op dit moment in Noorwegen, Stefan. Vertel, wat gaat er daar allemaal gebeuren? Ja, wij zitten hier in Hamar, Noorwegen. En we staan klaar voor het wereldkampioenschap sledehondenrace. WK sledehondenrace. Hoe cool is dat? Ja, dat is weer iets heel anders natuurlijk als we meestal horen bij onze Belgen. Belgen zijn daar blijkbaar toch wel wat goed in. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Stefan, ik denk dat daar ook veel trainingen bij komen kijken. In België is dat altijd buiten, maar daar in Noorwegen is dan opeens in de sneeuw te doen. Is dat voor die honden niet heel erg aanpassen dan? Jawel, wij moeten zeker en vast sinds vanaf december ongeveer moeten wij toch regelmatig de sneeuw opzoeken, zodat de honden die ondergrond gewoon worden, die temperaturen en ook weer het andere soort van voortbewegen. Er komt wel wat bij kijken om dan als Belg die transfer te maken naar de sneeuw. Ja, inderdaad. En hoeveel honden heb je daar nu mee? Of heb je daar bij jou in Noorwegen? Ik heb hier 9 honden bij mij zitten, waarvan 3 puppies. Ja. Amai, en die puppies die doen ook mee aan dat WK? Die kunnen kijken. Ah, die mogen kijken, oké. Okay. Die zitten in een iets chillere positie. De winterspelen, Stefan, die zitten er sinds maandag op, maar sledehondenrennen is tot vandaag geen Olympische discipline, toch? Of wel? Nee, klopt. Dat is het op dit moment nog niet. Maar misschien over enkele jaren wel. Als de internationale federatie dezelfde efforts blijft doen als dat het nu al aan het doen is, om ervoor te zorgen dat wij het Olympisch Comité binnengeraakt. Ja, hopelijk binnenkort op de Olympische Winterspelen. Allee, die zijn nu net achter de rug. Maar wie weet, binnen dit en 4 jaar of 8 jaar hopelijk een Olympische discipline. Je zei het al, Stefan, ook, je hebt 6 honden bij. Geen reserve. Wat gebeurt er als er zo'n hond uitvalt? Ik heb mijn trainingen zo proberen aan te passen en dat ze eigenlijk niet zouden uitvallen tenzij ze zelf gaan struikelen of dat er echt iets aan de hand is. Maar moest in het worst case scenario dat toch voorvallen, dan ga ik het met 5 doen en dan we geven niet op. We blijven gewoon concurreren. Dat is een heel goede instelling. Zijn dat zo van die huskies die je dan bij hebt? Nee, wij hebben kruisingen. Daar zit een deeltje husky in. Ik geloof niet zo dadelijk in rassen. Ik denk dat als we gewoon een samenstelling maken van alle honden samen, dat we nog altijd een sterk en gezond dier krijgen. En met zo'n bastaardhonden zijn wij hier aan het racen. Nou, want die bastaardhonden die hebben jou in 2014 al eens de titel van wereldkampioen opgeleverd, Stefan. Hoe hoog schat jij jouw kansen dit jaar in? Ik denk wel dat we bij de beter zouden zijn op dit moment al. Om te zeggen dat ik hier wereldkampioen opnieuw ga worden, dat is echt moeilijk. De concurrentie is heel moordend hier nu. Dus we zullen zien. Ik denk dat het allemaal heel kort bij elkaar gaat liggen. Dat er elke dag wijzigingen gaan zijn in het klassement. Oké, heel spannend. Wanneer schiet je in actie? Wanneer is het exact dat WK? Mijn gedeelte start vrijdag en vandaag start de landgenoot François Velvet. Die start in de 400-klasse en die gaat zijn debuut maken op het kampioenschap. Oké, ook heel spannend. Maar dan gaan wij Stefan supporteren voor hem, maar ook voor jou morgen. Doe dat heel goed. Ik wens jou alle succes bij die eerste race morgen. En dan volgen we het hier ook. Hè. Dus als je wint of als je een uitslag hebt, mag je het ons altijd laten weten. Goed? Dat gaan we zeker doen. Heel hartelijk bedankt. Heel top. Oké, heel veel succes, Stefan, daar in Noorwegen met de honden. Doe ze de groetjes ook van mij nog, hè? Zal ik doen. Dag. Top. Dada. Dit is nog Juice.